Zijde heeft daar prachtige woorden gezegd en een cadeau aangeboden, de doos. En daar hoort nog een cadeau bij, ook namens jullie allemaal. En dat is een pakket met lekkernijen. Ja, je bent een ouwe stoepert. Dat is niet te geloven als je dus bij Schrie komt, dan moet je altijd wel iets meebrengen. Of een nieuwe haring, of een kippenpoot, of een worstenbroodje, of een bakje zult. Ja. Wij hadden dus bij het cadeau bij die doos, ik had misschien een lijstje gegeven van mogelijke ideeën om te kiezen voor een cadeau. En dat was bijvoorbeeld een jaarabonnement op de Libelle of de Bakriet, een driedaagse hotelarrangement, 5 dagen Sauerland, een paar dagen naar de abdij naar Keuze, of een paar dagen uitwaaien op de Wadden. Fijn, en of een jaar gratis meespelen met de staatsloterij. En dan stond er nog bij een verwendag door de paters, oh sorry. Door de familie. Ja. En ik denk, ze willen toch zelf bepalen wat ze ermee wil. Dus misschien neemt ze wel toch een enkeltje in Maastricht. Nee. Dat zou ik niet kunnen hebben, nee. Oké, nou, wij gaan nu een paar liedjes zingen. We beginnen met een beetje statig lied. En dan gaan we steeds losser horen. Nee hoor, het hoeft niet staan hoor. Ja, dat zingt beter, hè? Ja. Wat je wil. Dat ons in het klooster wou, die had haar aan.
vraagt ze nu, flink wat centjes binnen. Moeder zei nog met een traan, kunnen we iets anders verzinnen. Wij wensen haar.
een stuk. Een goede tijd en veel geluk. En zo'n feestje met z'n allen. Van de middag niet meer stuk. Laat ze kom lekker op neer. Met z'n haar. Met z'n haar. Met stuk voor stuk. Met stuk voor stuk. Een goede tijd en veel geluk. En zo'n feestje met z'n allen. Van de middag niet meer stuk. Met dank aan de pianiste Lars Heijden. En bedankt voor de tekstschrijver.